Op zaterdag 3 februari van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags was de eerste van de 10 repetities van het Nieuw Talent Orkest Heilo Try-out. De volwassenen hadden intussen aangegeven welk muziekinstrument hun voorkeur had. Na het welkomstwoord gingen de mensen aan de slag. Het eerste deel van deze les ging over het in elkaar zetten van het gekozen muziekinstrument. Goedemorgen allemaal, dames en heren. Hartelijk welkom, jullie deelnemers. En ook hartelijk welkom de mensen van de muziekverenigingen die met jullie heel begaan zijn vanmorgen en jullie op weg helpen. En, maar ook een extra welkom aan Annelie Bloem en aan Guus Pieksma, de mensen uit Friesland. Die eigenlijk deze methode bedacht hebben en die eigenlijk ons eigenlijk alles uit de doeken doen van wat we gaan leren vandaag. En een beetje een prognose van wat er de komende weken te wachten staat. Dus hartelijk welkom en we zijn daar heel blij mee en om dit experiment aan te gaan. Want in wezen is dat wel een beetje zo. Dus het is ontzettend leuk. We hebben al gehoord en gelezen dat het project van Guus heel veel succes heeft op andere plaatsen. Dus, nou, ik denk dat gaan wij ook gewoon nastreven natuurlijk. Mensen, geweldig. Is Annelie en ik ben inderdaad Guus. We zijn er helemaal gek van om mensen enthousiast te krijgen voor, zeg maar, voor hun muziek. Voor blaasmuziek, voor slagwerkmuziek. Mensen hebben een droom. Sommige mensen denken van, ik sta mijn hele leven al te wachten. Wanneer kan ik uiteindelijk een keer die trompet gaan spelen? Want dat is uiteindelijk de bedoeling, toch? Of saxofoon. Dat is nu je kans. Simon vertelt inderdaad al, wij doen het al best wel lang en we krijgen iedereen aan het spelen. En dat krijgen wij niet, uiteindelijk doe je het allemaal zelf, met hulp van de mensen die er allemaal achter staan. Want die zijn echt heel belangrijk. Dus je zit hier straks niet 10 weken samen met Simon, want wij zijn er vandaag. Volgende week doet Simon al de repetities. Maar iedere week zijn er mensen bij van verschillende verenigingen. Het zijn allemaal muzikanten. Uit de regio, denk ik, hè? Jullie komen allemaal uit de regio, Heilo en omstreken vandaan. En iedere week helpen ze jullie. En om het riet eens even op het instrument te zetten, zit er een riet op het instrument? Ja, op sommige instrumenten zit een rietje. Dus, maar misschien weet je dat nog niet, dan kom je straks achter, hè? En dat gaan we 10 weken lang doen. En over 10, 11 weken geven we met z'n allen een knallend concert. Dus dan kun je vast je familie en vrienden, iedereen kun je uitnodigen. Dat heb je al gepland, toch? Ja, alles is gepland. Alles is gepland. Nou, en dat gaan we doen. Nou, en hoe gaan we het doen? Dat zei Simon inderdaad al. We kunnen hier niet met z'n allen de boel even uitproberen. Dat lukt gewoon niet. Want dan worden we stapelgek. We gaan in verschillende lokalen, gaan we met de muzikanten van de vereniging, gaan we de boel ontdekken. Hoe moet het instrument in elkaar? Hoe krijg ik geluid uit? Hoe hou ik zo'n ding vast? En hoe heet zo'n instrument eigenlijk? Maar misschien heb je al een hele geweldige keuze gemaakt. Of denk van, ja, ik heb maar wat opgegeven. Het zal wel. We hebben een informatieochtend gehad, hè, Pauw? Nou, de meeste hebben al aardig wat. Jullie kunnen al spelen. Kunnen we de helft overslaan? Dat scheelt wel in tijd, hè? Ja. Ja. Oké, we gaan met, want we gaan nu beginnen. Mensen die gaan op een dwarsfluit. Jij gaat op het dwarsfluit, geweldig. Je gaat met 2 mensen mee op de dwarsfluit. Kijk, heb je 1-op-1, heel mooi. Dus kom maar omhoog en dan ga je naar beneden. Mooi, dan gaan we naar de mensen die het leuk vinden om op de klarinet te leren spelen. Kijk, er komen direct heel veel, hè? Dus daar worden we direct blij van. Geweldig. En dan hebben we de klarinetisten zelf, die komen al met het instrument. Jullie gaan ook naar beneden toe. Dan hebben we mensen die zijn heel enthousiast geworden over de saxofoon. Ja, dat zou ik zeggen. Er gaan vast veel handen omhoog, hè? Ja. Dat is overal in het land zo, hoor. Saxofoon is daar een van de manieren, gewoon hip instrument, hè? Ja. Hebben we allemaal gekozen voor hetzelfde? Of gewoon het woord saxofoon? Tenor. Tenor. Jij gaat voor de tenor. Geweldig. Ja, jullie gaan voor de alt. Heel goed. Ja. Dan ga jij voor de tenor. Dan gaan wij even naar dezelfde ruimte, ook beneden. Met jullie. Ja, precies, met z'n drietjes. Ja. Nee, maar wat? Ik ga slagwerk doen. Kijk, Ik wil wel op de tenor, maar ik denk dat ik mijn familie. Jij gaat voor slagwerk. Dat gaat voor de pauken, of niet?
Nou ja, ik kunnen zo in de kamer staan. Geen enkel probleem hoor. Die kun je gewoon in de kamer neerzetten. Je pakt de hoorn met de beker. Ik doe hem altijd met de beker naar beneden. Dit is de beker. Dan schuif ik hem op. Leg ik hem erop. Houd hem zo vast. Dan zit hem erop. Dan hou je gewoon de schuif vast zo, hier die schuif, tot ongeveer 4 centimeter naast de beker. Boven. Dan mist er nog een belangrijk onderdeel natuurlijk, het monster.